Welkom kreeft bij jullie maandreading voor de maand juni 2022. Dit is voor iedereen die kreeft in zijn zon, maan, venus en ascendant heeft. Zoals ik zei, een algemene reading, dus het kan en zal niet bij iedereen situatie resoneren. Neem gewoon mee wat voor jou resoneert en laat de rest achterwege of voor iemand anders. We gaan beginnen met een aantal orakelkaarten en daarna zullen we een tarotlegging doen. En gewoon kijken wat er voor jullie voor de maand juni uit gaat komen. De liefdesreadingen komen in de vorm van een bonusreading. En we hebben hier al meteen een kaart die eruit komt. In universum heeft u nog een boodschap voor de kreeft voor de maand juni 2022. Voor kreeft. Deze kaart, nou, die kwam er al uit voordat ik iets gevraagd had. De Dragonfly. Live life to the fullest. Dus leef je leven tot het maximum, als het ware. Geniet van elk moment van het leven. En haal eruit wat erin zit. Universum, welke boodschap heeft u nog meer voor kreeft? Voor de maand juni 2022, voor kreeft. Een heldere, duidelijke boodschap voor kreeft. Juni. Wauw. Kreeft. Geloof in je dromen is de boodschap die er voor jullie is uitgekomen. Believe in your dreams. Dus voor sommigen van jullie kan het zijn dat jullie inderdaad middels dromen inderdaad boodschappen doorkrijgen. Dus misschien handig om een dromenjournaal bij te houden. Dan gaan we kijken wat er voor jullie uit mag komen van het elfenorakel. Universum, welke boodschap mag er uitkomen voor kreeft? Voor juni 2022 voor de kreeft. En ik hoop dat alles goed is met jullie kreeften. We zitten al bijna op de helft van het jaar. De tijd vliegt voorbij. Universum, welke boodschap mag er van het elfenorakel uitkomen voor kreeft? Voor de maand juni 2022. Hey, en deze kaart heb ik bij de maandreadingen al een aantal keren eruit zien komen. En dit is de kaart vriendschap. Volgens mij kwam deze zelfs bij jullie mede-waterteken schorpioen ook eruit. Elfen hebben net als mensen vrienden nodig. Het is nu het moment om uit te zoeken wie je zal helpen en aanmoedigen op je reis om je dromen waar te maken. Dus zoek uit wie je echte vrienden zijn, die jou helpen op je pad en ook aanmoedigen om je droom waar te maken. Dus we hebben twee kaarten hier wat over dromen gaan. Geloof in je dromen. We gaan kijken wat de tea leaves voor jullie hebben. Kreeft. Ik wil mijn kaarten eerst nog een keer schudden en delen. De kaarten zijn altijd al voorgeschud. Maar voor mijn eigen gevoel wil ik ze nog een keer door drieën delen en nog een keer schudden. En dan wil ik graag drie kaarten van het universum. Drie kaarten voor kreeft. Voor de maand juni 2022. Ja, dank u wel. Nog twee kaarten alsjeblieft. Dank u wel. En nog één kaart voor kreeft. Juni 2022. Ja, dank u wel. Ik zet ze even een stukje verder door. Ja. Zo. Dan wil ik uit de volgende stapel ook nog drie kaarten voor kreeft in juni 2022. Welke boodschappen mogen er uitkomen voor kreeft in juni 2022? Kreeft, universum. Drie kaarten alsjeblieft voor kreeft. Welke boodschap mag er uitkomen voor kreeft? Graag een heldere, duidelijke boodschap. Dank u wel. Dat zijn er twee, dus nog één kaart alsjeblieft. Voor de kreeft. Nog één kaart voor kreeft. Nog
één kaart voor kreeft juni. Ja, dankjewel. En we gaan kijken wat eruit is gekomen voor jullie kreeft. Als eerste de enige kaart die omgedraaid lag, de engel. Een hele mooie boodschap, spirituele bescherming. Bescherming tegen het kwaad. Dus je wordt beschermd, kreeft. Dan hebben we vuur. Sterke emoties. En dit kan te maken hebben met liefde, maar dit kan ook te maken hebben met haat. Liefde of haat staat er op de kaart. Dan hebben we een quill. En dit heeft te maken met teruggaan naar de basis. Get back to the basics. Dus ga bij jezelf naar wat is hetgeen wat mij gelukkig maakt. Wat is belangrijk in mijn leven. En dan hebben we een hele mooie kaart weer. Een unicorn, een eenhoorn. Gebruik je intuïtie om bepaalde veranderingen waar te maken. Belangrijke veranderingen. Vijfde kaart is een klauw. Pas op en probeer geen risico te nemen in een bepaalde situatie. En de laatste kaart is dogs, honden. En die staan voor vrienden. Samenkomen met vrienden. Dus het kan zijn dat jullie iets gepland hebben in de maand juni om met vrienden iets leuks te gaan doen. We hebben hier gebruik je intuïtie en ik heb het gevoel dat die klauw en die eenhoorn met elkaar te maken hebben. Je komt voor een bepaalde keuze te staan in een bepaalde situatie. Ja, pas op, neem geen onnodige risico's en maak belangrijke veranderingen op basis van wat je intuïtie aangeeft, op basis van je gevoel. Dan gaan we kijken wat de tarot heeft voor jullie. Oh, en dan vliegen meteen twee kaarten uit. Ik ga ze even terugstoppen. Dat was wel heel erg snel. Kelke 5 vloog eruit. En de kelke 9. Dus jullie zullen aan het werken zijn aan je geluk. Met de kelke 9 een hele mooie vreugdevolle kaart. Dankbaarheid. Geluk, vreugde, harmonie, vrede. Maar daar kwam ook de kelke 5 uit. En dat is een kaart van ja, verdriet hebben, je depressief voelen over een bepaalde situatie uit het verleden. Spijt hebben wellicht. We gaan kijken of de kaarten er nog een keer uitkomen. Universum, ik wil graag 3 kaarten voor de energie van kreeft. Een boodschap voor kreeft voor de maand juni. Wat mag er uitkomen voor de kreeft? In de maand juni. Ja, dank u wel. Kreeft. In de maand juni. Ja. Nog 1 kaart voor kreeft. Voor de maand. En dat zijn er 2. Die nemen we allebei samen. En we gaan kijken wat er onder op het dek ligt. Kijk, de dood. Dus het kan te maken hebben met een grote transformatie in jullie zelf, kreeft. Want ja, we hebben onlangs die volle maan in schorpioen gehad. En dit is de energie van schorpioen, transformatie. Dus dat kan zijn met een situatie in je leven, maar dat kan ook zijn in jezelf. Een einde, een bepaalde verandering en een nieuw begin. Met elk einde is er ook een nieuw begin. Dus zie het niet als een negatieve kaart. Het is een positieve kaart, de doodkaart. En kijk, de kaart die er zojuist uitvloog. Kelke 9. Werken aan je eigen geluk. Geluk vinden. Dus ik heb het gevoel dat jullie een transformatie maken, doormaken, die je dit geluk gaat brengen. Eerste kaart die er voor jullie uit is gekomen is de 7 van Pentakels. Een kaart van ja, ergens energie in hebben gestoken en inderdaad wachten op het resultaat, langzaam stappen vooruit zetten. Je kunt het gevoel hebben dat je ja, een soort van stagnatie hebt in een bepaalde situatie of niet verder komt. Of geen resultaat ziet.
En met de staven 10 heb ik het gevoel dat jullie heel erg veel lasten met jullie mee hebben gedragen de afgelopen periode. En klaar zijn inderdaad om die lasten los te laten. En dat kan zeker te maken hebben met die transformatie. Maar dat kan ook te maken hebben inderdaad met het loslaten van bijvoorbeeld een bepaalde connectie of een relatie. Dan als laatste twee kaarten hadden we de Kelke 7. Het kan zijn dat je inderdaad een situatie niet helemaal helder ziet. Of een situatie is nog niet helemaal duidelijk. Er kunnen meerdere mogelijkheden zijn, meerdere opties zijn. Waardoor je nog niet direct een keuze kunt maken met de Kelke 7. Maar deze kwam er tegelijkertijd uit met de Zwaarden 6. En dit is een voorwaartse beweging. Je wil in ieder geval vooruit en je wil wegvaren naar kalmer vaarwater met de Zwaarden 6. En ik heb het gevoel dat je nog niet direct weet welke richting je op wil gaan met de Kelke 7. In ieder geval, je wil het conflict en die lasten met de staven 10, die wil je los gaan laten. En ik heb het gevoel dat jullie dat ook zeker gaan doen. Anders was de Zwaarden 6 er niet uitgekomen. Ik heb ook het gevoel dat jullie inderdaad hulp hierbij gaan krijgen. En met die kaart, get back to the basics, inderdaad. Ga voor wat jij belangrijk vindt. En het kan zijn dat je iets moet opofferen bij een transformatie of bij het verlaten van een bepaalde situatie. Maar ik heb het gevoel dat is positief, get back to the basics. Dus wat maakt je echt gelukkig? En als je te maken hebt met een connectie die jou misschien financiële stabiliteit brengt of op ander gebied, ja, weet dat je het ook redt zonder deze persoon. Het kan nog wat conflict of moeilijkheden moeilijk voor je zijn. Maar we hebben hier get back to the basics. Dus ik heb het gevoel, kies voor wat jou echt gelukkig maakt. Wat is het allerbelangrijkste? En met de Zwaarden 6, ja, dit is een gezin op deze kaart afgebeeld. Dus het kan inderdaad zo zijn dat je een connectie gaat verlaten met kinderen bijvoorbeeld. En ja, het belangrijkste in deze is dan inderdaad de kinderen, de familie, om het zo te zeggen. Dus we gaan de kaarten verklaren. Waarom ligt hier de doodkaart? Waarom ligt hier de doodkaart? Waarom ligt hier de doodkaart voor kreeft? Waarom ligt hier de doodkaart voor kreeft? Zwaarden 3. Dus ja, de Zwaarden 3 gaat over een gebroken hart, over pijn, verdriet. Dus ik heb het gevoel dat ja, de situatie die je gaat verlaten, heeft jou veel verdriet gedaan. En het kan onverwachts zijn. Het kan een onverwachts einde zijn geweest van een connectie. Waarom die toren? Waarom die toren? Ik voel voor sommigen van jullie inderdaad kan het zijn dat iemand jullie relatie heeft verlaten. Maar het kan ook daadwerkelijk zijn dat je met iemand, dat je iemand verloren hebt. En dat heeft je heel veel pijn en verdriet gedaan. De toren wordt verklaard wederom door de Zwaarden 6. Zwaarden 6 kan ook elders vestigen zijn. Het kan ook jullie energie zijn met de toren. Schorpioen energie wederom. En dan die zwaarden energie, tweeling, weegschaal, waterman. Het kan ook een plotseling inzicht zijn dat je een bepaalde situatie moet verlaten. Ja, we hebben hier de kelken 8. Met pijn in je hart inderdaad weten. Het is nu tijd om een situatie te verlaten. Tot dat besef komen met de kelken 8. En inderdaad, ja, je bent op weg met de Zwaarden 6. Met de kelken 8. Je laat conflict achter je, stress achter je, die lasten achter je.
En je gaat op weg naar je geluk eigenlijk. Naar de toekomst. Een nieuwe frisse start met de kelken 8. En dit kan weer te maken hebben met persoonlijke groei die je door hebt gemaakt door pijn en verdriet wat je is aangedaan in het verleden. Waarom ligt hier die 7 van pentakels? Je hebt heel erg veel gestoken in een bepaalde connectie. En voor de een kan het te maken hebben met liefde en voor de ander kan het te maken hebben met werk. Waarom ligt hier pentakels 7? Aas van zwaarden. En de ridder van pentakels. Ja, de ridder van pentakels is de langzaamste ridder uit het dek. Dus kreeft, het kan zijn inderdaad ja, dat je tot een bepaald inzicht komt met die aas van zwaarden. Dit kan ook een communicatie zijn. Maar je komt tot het besef inderdaad dat je niet vooruit komt in een situatie. Met die ridder van pentakels. Constant vertragingen in een situatie. En je komt tot het inzicht, er moet nu iets veranderen. Ik moet de situatie verlaten. Ja. Wow. En kijk, daar vliegen gewoon 4 kaarten uit. De keizer, een kaart van de controle. Terugnemen, actie en nemen, leiding. De leiding nemen. In een bepaalde situatie, ramenergie. Dit kan jullie energie zijn, dat je de controle over je leven terugneemt. En stappen gaat zetten, actie gaat ondernemen. En dit kan een hele tijd geduurd hebben met die ridder van pentakels. Je hebt in een fase van wachten gezeten. Die keizer, dat kan ook te maken hebben met een uitspraak. Een wettelijke uitspraak of een uitspraak vanuit autoriteiten. Waardoor je inderdaad vooruit kan in een situatie. We hebben hier de ridder van zwaarden. We hebben hier de koning van zwaarden. Kan te maken hebben dus met een uitspraak over een ram of over een tweelingweegschaal waterman of een leeuw. Maar we hebben hier 2 kaarten inderdaad. De keizer is iemand die, dat kan iemand zijn in een functie van autoriteit. De koning van zwaarden ook. Dat kan ook een advocaat of een rechter zijn, maar dit is iemand die emotioneel niet betrokken is bij de situatie, emotioneel teruggetrokken, de koning van zwaarden en de ridder van zwaarden ook. De waarheid wordt gesproken, de waarheid wordt op tafel gelegd als het ware, want deze kaarten verklaren de aas van zwaarden, dus er komt iets aan het licht. En ik heb het gevoel dat het te maken heeft met inderdaad een iemand buiten jou om, buiten je situatie om. En dit kan je heel veel kracht kosten, maar dit kan je ook kracht geven. De kracht om inderdaad vooruit te gaan. Je bent sterker als dat je zelf denkt. Met die zwaarde 3, je hebt heel veel verdriet, heel veel moeten meemaken. Maar je hebt de kracht om inderdaad verder te gaan, om die lasten los te laten. Waarom ligt hier de staven 10? Voor kreeft in juni. De staven 10, universum. Waarom ligt hier die staven 10? De staven 10. Wauw, kelken aas, nieuw begin, lasten loslaten en weer het geluk terugvinden. Dit kan te maken hebben met een nieuwe liefdesrelatie met de kelken aas, maar dit kan ook te maken hebben met geluk op elk gebied. Inderdaad, geluk kan voor jou ook al zijn om die lasten, de stress, het overdenken van de situatie, het verdriet wat je hebt gehad, los te laten en op weg te gaan inderdaad naar geluk en harmonie en balans. Emotionele balans in een situatie. Mag ik nog een kaart voor de staven 10? Staven 5. Staven 5 kan staan voor een competitie, kan staan voor meningen die botsen. Ik heb het gevoel dat dit hetgeen is. Je zit misschien in een soort van een gevecht met iemand. Ja, wettelijk kan het zijn. Iets wat met het gerecht te maken heeft. Met de staven 5. Wie krijgt zijn gelijk? Het kan ook een familiesituatie zijn waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Dit ga je loslaten. Dit heeft jou een hele enorme last bezorgd. Waarom ligt hier die staven 5?
de staven 5 voor kreeft in juni 2022. De staven 5. Universum, de staven 5 voor kreeft. Schildknaap van staven. Ja, ook weer een nieuw begin, een boodschap die er binnenkomt. Voor sommigen kan het te maken hebben met kinderen in een situatie. En we hebben de zegenwagen, een zegen behalen, balans terugvinden in een situatie. Daadkrachtig zijn. En dat zijn jullie zeker met die krachtkaart, leeuwenergie. En hier hebben we jullie eigen energie, kreeft, balans vinden in een situatie en met daadkracht vooruit. Dit kan letterlijk te maken hebben met reizen, verhuizen. Het kan zijn dat je samenwoont met iemand waar je een conflict mee hebt. En dat je inderdaad gaat verhuizen. Je gaat een nieuw avontuur aan. Je staat positief ten aanzien van de toekomst met de schildknaap van staven. Maar dit kan ook inderdaad zijn dat er een conflict is. Wat te maken heeft met een kind. Met de schildknaap van staven. En je wil alleen maar het geluk ook voor je kinderen. Waarom ligt hier de kelken 7? Kelken 7 en rust. Geen conflicten, gewoon rust. En geen stress. Waarom ligt hier de kelken 7? De kelken 7. Wauw. De ster. Een periode van healing. En het is misschien nodig inderdaad om die emotionele balans te vinden. Met de kelken 8, met de zware 6 twee keer, met die staven 10. Het kan zijn dat je emotioneel en ook fysiek helemaal uitgeput bent door een bepaalde situatie die al een hele tijd duurt. Waar maar geen vooruitgang in kwam, of heel langzaam in ieder geval. En ja, het is belangrijk om emotioneel weer die balans terug te vinden om te healen in deze situatie. Maar je hebt hoop. Je ziet wel opties voor jezelf, heb ik het gevoel. Maar het is nog moeilijk inderdaad om een bepaalde beslissing te nemen met de kelken 7. Ik heb het gevoel dat je wel inderdaad droomt over de toekomst, als het ware. En ja, de ster is weer licht zien aan het einde van de tunnel. En kijk nog een keer de staven 10. Loslaten van die lasten. Van de pijn, van de stress. Waarom ligt hier de zware 6? De zware 6. Universum voor de kreeft. De zware 6. Ja, pentakels 4. Vast blijven houden aan een situatie. Niet los kunnen laten aan een situatie. Dit kan inderdaad met financiële afhankelijkheid te maken hebben gehad. Het kan zijn dat deze persoon je als het ware eigenlijk een soort van onder controle, de situatie onder controle had. Met de duivelenergie, steenbok-energie. Een ongezonde connectie. Waarbij inderdaad één persoon de controle had. En inderdaad, ik heb het gevoel dat deze persoon inderdaad niet gaf, maar alleen maar nam. En ook letterlijk je energie van je weg nam. Met die duivelenergie. En dat is hetgeen wat je achter je gaat laten. Je gaat met die zwaarde 6 wegvaren van deze energie wat hier op de tafel ligt. Iemand die neemt maar niks teruggeeft in de connectie. Dus we gaan kijken wat is een eventuele uitkomst. En weet inderdaad, met die duivelenergie hier, je wordt beschermd tegen het kwaad. Het kan ook gewoon iemand zijn die ongezonde gewoontes heeft, of het is een ongezonde connectie. En je voelt het zelf heel goed aan. Het is nu tijd inderdaad om verder te gaan. En los te laten. Wat is een eventuele uitkomst voor de kreeft? Voor de kreeft. Wat is een uitkomst voor de kreeft? Wauw. De keizerin. Kreeft. Groei. Onafhankelijkheid.
En dit is iemand die ook in materiële zin, ja, dit is iemand die houdt van mooie dingen, mooie spullen. En iemand die ervoor zorgt dat ze financieel onafhankelijk is. Iemand die zorgt voor eigen groei. Dit is een kaart van vruchtbaarheid. En dit kan ook een kaart zijn van moederlijke energie. Iemand met een groot moederhart. Dus ja, ik zie jullie inderdaad als zijnde moeder. Je hebt de zorg voor kinderen of ja, familieleden. En je staat in je kracht. Je zorgt ook goed voor jezelf. En ik heb het gevoel met die staven 10 wat we hier hebben liggen. En die zwaarden 6, de kelken 8. Dat je misschien een tijd lang inderdaad ja, je energie hebt laten leegzuigen als het ware. En ja, dat heeft tijd nodig om hier weer van te helen. Om jezelf weer op te laden als het ware. Om weer die rust te vinden. En dat gaan jullie zeker vinden met die keizerin. Ja, dit is een hele prachtige kaart. Die voorspelt succes, rijkdom, welvaart, een goede gezondheid. Nog 2 kaarten voor de uitkomst. Oep. Nou, en deze vliegt eruit. Kijk, aas van staven. Nieuw begin. Iets heel passievols. Dit kan ook te maken hebben met lust. Dus het kan zijn dat er een nieuwe relatie voor je binnen gaat komen. Nog 1 kaart voor de uitkomst. Voor kreeft. In juni 2022. We hebben hier ook pas op en neem geen risico's. En de ridder van pentakels hebben we hier liggen. Dit is zeker een kaart van iemand die geen risico's neemt. Dit is een kaart van iemand die alles goed bekijkt, de situatie, een plan maakt en wacht op de juiste timing. Alvorens inderdaad actie te ondernemen. Dus ik heb het gevoel dat jullie inderdaad ook dat niet gaan doen. Maar dan hebben we hier de zegenwagen. Je wil een zegen behalen. En dit is een hele snelle energie. Dus zorg wel dat je eerst de balans hebt gevonden in een situatie. Weet welke richting je uit wil. Want we hebben hier de kelken 7. Nog wat onduidelijkheid in een situatie. Waar ga ik naartoe? Dus zorg inderdaad dat je eerst die balans hebt gevonden. Voordat je actie gaat ondernemen. Wauw, en we hebben hier dus 1 aas in het midden in de uitkomst en 2 grote arcana kaarten, de maan en de keizerin. Dus dat betekent grote verandering en ja, met de doodkaart dus algemene energie, er gaat een hele grote transformatie plaatsvinden in je leven. Waarom ligt hier de maan? De maan. Keuze in de liefde. En de zwaarden 9. In je hoofd zitten hierover. Dit is weer een energie van inderdaad gestrest zijn, piekeren, je zorgen maken. Onder op het dek, zwaarden 10. Dus van de 9 ga je naar de 10. Van het zorgen maken, van het piekeren ga je naar 10. Dus inderdaad, misschien je rust nemen, een keuze maken en inderdaad dit achter je laten. De 10 is weer een einde. Een einde en een nieuw begin. Een opluchting. Een last die van je schouders valt. De maan kan staan voor angsten. En met die zwaarde 9, dit kan ook een energie zijn van overdenken, van een situatie in je hoofd zetten. Ja, een bepaalde angst. Maar ik heb wel het gevoel dat je dit los gaat laten. Ook die angst, dit nadenken daarover. Met de zwaarde 10 ga je dat loslaten. En de maan kan onduidelijkheid zijn of geheimen. Maar dit kan ook te maken hebben inderdaad met duidelijkheid die er juist komt. De aas van staven kan een nieuw begin zijn op het gebied van liefde. Of gewoon iets ja, waar je passie naartoe gaat. Waarin je je hart volgt. Aas van staven voor kreeft.
Kijk, we hebben de uitkomst als eerste kaart, de keizerin. En hier komt hij weer, de keizerin. Groei, persoonlijke groei. Je gaat doen wat goed voelt voor jou. Ik heb echt het gevoel dat jullie goed voor jezelf gaan zorgen. Je gezondheid gaat vooruit. En ook op financieel gebied zul je heel goed voor jezelf kunnen zorgen. Onafhankelijk zijn. Nog een kaart voor de aas van staven. Koning van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. En met die keizerin hebben wij stier, weegschaal energie. Dus dit is eigenlijk jullie eigen energie. Maar ik heb het gevoel dat die keizerin in deze jullie energie is. Een kaart van groei. Een kaart van vruchtbaarheid. Het kan iemand zijn die jou ziet als een keizerin. Inderdaad. Iemand die, ja, mooi is van buiten en van binnen. Een groot hart heeft. Ook nog eens heel aantrekkelijk is. Zichzelf goed verzorgt. Maar dit kan natuurlijk iemand zijn die je leert kennen. Dus het kan zijn dat je een nieuw persoon leert kennen. Een stier of een weegschaal. Of iemand inderdaad die deze kwaliteiten bezit. Van de keizerin. Iemand die jij ziet als iemand om mee te groeien. En er is hier een koning van kelken die heel veel liefde voelt. Die zich misschien in het begin nog even terughoudt. Maar die heel veel emoties te delen heeft. Heel veel liefde te geven heeft. Iemand die, ja, emotioneel volwassen is. Iemand die de ander heel goed kan aanvullen. En ook heel goed aanvoelt wat de ander nodig heeft. Dus met die kelken krijg ik door. Kijk, ik zei al, de aas van staven. Dat kan gericht zijn op passie, op lust. Een one night stand bijvoorbeeld. En mocht dit het geval zijn, in de maand juni, kreeft, dan pas wel goed op. Want die keizerin wat we hier hebben liggen, dat is inderdaad een hele vruchtbare energie. En op de traditionele Rider-Waite kaart is ze ook zwanger. Dus hou dat in je achterhoofd. We hebben hier niet alleen passie, maar we hebben ook liefde. Liggen met de koning van kelken. Dus ik heb het gevoel dat er gewoon iemand nieuw binnen gaat komen. En dat is misschien hetgene wat je zorgen maakt door wat je mee hebt gemaakt in het verleden. Ga je weer zorgen maken. Ga je weer in die piekermodus zitten. Want daar moet een keuze gemaakt worden. Met de geliefde is daar wel sprake van echt een hele sterke aantrekkingskracht. En sowieso met de koning van kelken. En die keizerin, ja, liefde en groei. Waarom ligt hier de keizerin? Voor kreeft. Waarom ligt hier de keizerin? Twee keer. Prachtige kaart. En kijk, deze koningin is eigenlijk de koningin die voor de keizerin komt. Ook iemand die stabiel is, goed zorgt voor zichzelf, voor de kinderen, voor het gezin, voor het huis. Iemand die succesvol is. Loyale koningin. Eigenlijk een ideale partner. Een gezinsvrouw. Ook iemand met een groot hart. En dan hebben we de hangman. De gehangene. Vissen energie. Waarom ligt hier de gehangene? De koningin van pentakels is ook iemand die heel praktische stappen zet. Praktisch denkt, met beide benen op de grond. En het kan zijn inderdaad dat je gewoon op een praktische manier naar je situatie gaat kijken om uit die kelken 7 energie te komen. Onduidelijkheid, dromen misschien. Je hebt al dromen inderdaad voor de toekomst. Je gaat de situatie vanuit een praktisch oogpunt bekijken en komt zo tot een bepaald inzicht, tot een ingeving. Je gaat de situatie anders zien. Je gaat beter voor jezelf zorgen. En je zorgt voor je eigen geluk met die kelken 9. Voor de derde keer komt die nou eruit. Wensen die in vervulling gaan. Wat zijn mijn wensen? Wat vind ik belangrijk in het leven? Wat maakt mij gelukkig? Get back to the basics. En ja, we hebben hier sterke emotie. En dit kan zijn passie, liefde of haat. En ik heb het gevoel dat hier, ja, sprake is van liefde. Met de geliefde, met de keizerin, met de koning van kelken. In de toekomst, in juni wellicht. Je dromen die je hebt met die kelken 7. Kijk, die dromen, geloof in je dromen. En dit is wensvervulling, dankbaarheid en tevredenheid in de situatie. En dit is nog een gevoel van
Alleen zorgen voor je eigen geluk. Maar dan hebben we hier als tweede kaart de Aas van Staven. Er komt iemand binnen. Er komt een nieuwe passie in je leven. En dat maakt je onzeker. En je bent net op een punt gekomen inderdaad van... Ja, ik weet wat belangrijk is voor mij. Ik ga goed voor mezelf zorgen. Ik ben onafhankelijk. Ik zorg dat er groei is in mijn leven. En je zet praktische stappen naar geluk. En dan heb ik het gevoel dat er inderdaad, als je die balans hebt gevonden, iemand gaat binnenkomen. Wauw. En dit kan een soulmate zijn met de kelken 6. Dit kan iemand zijn uit een vorig leven. Die nu weer wij een contract mee hebben afgesloten. En die nu, inderdaad, het is nu de timing om binnen te komen. En dan hebben we de zon. Succes, overvloed, geluk, warmte, liefde. Dit kan zelfs huwelijk, kinderen. Ja, dit is de mooiste kaart uit het dek. En dit ligt onder op het dek. Dus, kreeft, dit is een hele mooie uitkomst. En denk eraan, inderdaad, op je weg. Je zult samenkomen inderdaad met vrienden. Het kan ook zijn dat een van je vrienden je gaat helpen om de situatie te verlaten. En het hoeft niet per se fysiek te zijn. Maar ik heb het gevoel inderdaad dat het wel fysiek zal zijn. Het kan voor sommigen van jullie een verhuizing zijn. Een vriend, een goede vriend of vriendin zal je helpen. En weet ook wie je echte vrienden zijn. Ik heb het gevoel dat je daar nu ook echt achter gaat komen. Want je ziet vanzelf wie jou gaat helpen in deze situatie. En wie meegaat met jou op je pad. Dus ja, dit is een hele mooie energie, een hele mooie reading. Resoneer dat, geef me een like, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En het leuk vinden natuurlijk. En druk op die bel zodat je kunt zien wanneer ik een volgende reading post. Nou, heel veel succes in deze situatie en ik wens jullie heel veel geluk. En ja, dit ligt hier op de tafel voor jullie groei. Dus, en weet, je wordt beschermd door je engelen. Dus dat is de boodschap die ik voor jullie heb. Tot de volgende keer. Dag!